Fucking loser ben je dan. Maar alles voor gematerialiseerd. Alles maar om... mensen willen belangrijk zijn. Je hebt geen fucking destiny. Je bent hier om een of ander Mr. Smithje te zijn. Je bent hier alleen maar om een of ander minion te zijn. Kon niet bij je licht blijven, toch? Je bent ook niet van plan om verantwoordelijkheid te nemen, toch? Je denkt dat het allemaal... mensen kijken wel weg. Hangen allemaal in een fucking schijnveiligheid. Hemel weggegooid. En in al die geloven praten ze wel over een soort van hemel en een soort van hel. Dat is waar je heen gaat. Fucking hel. Al is het alleen maar wanneer het lichaam afsterft waar jij heen gaat in mind. Gaat terror voor je worden. En ik ga je niet vertellen wat ik in de dromen zie. Om jou vooruit te helpen waar je mij niet vooruit kon helpen. Ga zelf maar proberen om bij dromen te komen. Ga zelf maar kijken of je visioenen en data tot je kan krijgen. Ik heb al lang al gezien. Op het begin dacht ik dat ik mensen kon leren bij mij te komen. Door eerst hunzelf te leren kennen vanaf een chakraveld, doe maar op. Doet allemaal niks. Het alles in hokjes duwen. Het hokje waar ik in gedouwd ben, dat zijn de mensen die geholpen moeten worden, maar die willen niet helen. En dat zijn fucking racisten. En daar heb ik helemaal niks mee. En dat er dan ook mensen met een huidskleurtje. Of misschien, weet ik veel, ook moslims mij willen jennen. Daar keur ik hun mee af. Maar daar ben ik niet andere mensen met een huidskleurtje of andere moslims mee aan het afkeuren. En dat zijn die bange mensen die daarmee bezig. En die hebben als kind of als tiener last gehad van een groep... tieners of jongeren, dat waren dan toevallig Turk of Marokkanen. En daardoor hebben ze nu, willen ze alle Turken en Marokkanen het land uit hebben. Ja, we moeten juist stoppen met het Oekraïne en Polen binnenlaten. We moeten meer moslims binnenlaten. En meer moskees moeten erbij gebouwd worden. We moeten mensen binnenhalen die met God zijn. Je kan het best gewoon alles en iedereen binnenlaten. Maar als overheden en als elites investeren in gevangenissen in al die landen. En iedereen die het zich niet aan de regels en wetten hier kan houden. Die gaan niet hier de gevangenis in. Die gaan terug naar hun eigen land. Daar de gevangenis in. En als ze hun gevangenis tijd hebben gehad. Mogen ze weer terugkomen naar Nederland. Krijgen ze gewoon weer een nieuwe kans. En naar het eiken zijn de kans op. Blijf je maar lekker weg. We horen geen grenzen hier al in Nederland te hebben. In Europa te hebben of op de wereld te hebben. Maar je moet niet bang zijn voor iets wat met God is. Je moet niet bang zijn voor iets wat ongelovig is. Nee, je moet bezig zijn en bang zijn. Aanpakken demonisch met de duivel en al die smerige satanisten. En varkens geen spek geven. Of geen liefde geven, want je krijgt spek. Laten we het goed zeggen. Ja, je moet uitkijken aan wie je licht aan het geven bent. Want we hebben te maken met vampieren. En die zijn alleen maar aan het nemen. Maar ze zijn niks aan het geven. Nee, jij geeft ze iets. Eén vinger. Ze willen meteen je hele hand hebben. Neem je andere hand erbij. Uiteindelijk je hele armen. Uiteindelijk nemen ze je hele fucking leven. Smerigheid moet gewoon opgeruimd worden. Niet alleen de elite. Nee, je moet beginnen bij die loopjongetjes. Doorhebben door wie die loopjongetjes aangestuurd worden en dat ook oppakken. En dat wat die loopjongetjes aanstuurt, daar wordt geld gespekt. En zo komen we uiteindelijk bij de elites en dan ruimen we alles op. Ik heb echt, door het hokje waar ze mij in hebben gedaald, al die platforms waarvan ik zie... Hoort bij smerigheid en bij copycat en bij die smerige industrie en die organisatie. En alles wat daarbij komt, dat is gewoon één groot hockey vol met racisten. En die bang voor moslims zijn, die...
Terwijl wat is het probleem? De tieneren en de jongeren. Is er wat voor hun? Wordt niet alles... En die groep die gebruikt nog allemaal criminelen ook. Dus politie die gebruikt allemaal criminelen. Politie gebruikt mensen die in de bijstand zitten. Die problemen hebben en daardoor met jeugdzorg te maken krijgen en zo. Want die zijn ze gek aan het maken. Die zijn ze opstandig aan het maken. En daar gaat weer dat hele team overheen. En als jij je handdoek in de ring aan het gooien bent en bij de smerigheid aansluit, krijg je ook allemaal mensen om je heen. Krijg je ook allemaal volgers. En word jij in algoritmes ook naar voren toegepoest. Een heleboel die zijn aan het praten over een soort van shadowbanning. Of dat ze een target individual zijn. Kijk goed. Observeer goed. Je ziet dat het niet is. En ze worden juist gestimuleerd. Dat een heleboel zich laat gebruiken. Want ze zijn alles aan het doen voor de aandacht. En ze willen graag fame, beroemd, geld hebben. En dat met de negativiteit. Dat wat ze aantrekken is dus met hun aan het resoneren. En die groep wat ik aan het aankaarten ben, dat is echt gewoon racistisch, satanisch, smerige heksen. Die willen ten koste van een ander erop vooruit. Die vinden het heerlijk waar een ander doorheen gaat. Vooral als diegene pijn en verdriet heeft en zo. En heerlijk om te zien dat er overal verwaarlozing is en dat iemand alleen aan het komen is. Geweldig dat er een purge is over iemands leven. Het zijn allemaal bange mensen. Allemaal idioten. Allemaal gehandicapt. Het zijn allemaal mensen die geen zelfrespect hebben, geen zelfliefde hebben, dus het ook niet naar een ander kunnen hebben. Het zijn allemaal lelijke mensen die met andere lelijke mensen omgaan. En dan hebben ze daar een soort van stille competitie. De ene denkt dat hij knapper is, maar die andere denkt weer dat hij knapper is als die. Dus ze voelen zich allemaal thuis. En dan haten naar alles wat met God is, wat met licht is, wat met de waarheid bezig is. En wat niet met de chaos bezig wil zijn, maar een orde wil creëren. Echt, energiedieven, niet normaal. Echt, met de hele groep een destiny moeten stelen. De awareness zo groot is, daarmee laten ze zien. Ze geloven niet in universele wetten. Ze geloven niet in karma. Ze geloven niet in God. En door hun samenwerken en corruptie denken ze overal mee weg te komen. En de verwaarlozing die erop zit en de getuigen die aan het zwijgen zijn. Iedereen haat EP. Het is niet everybody hates Chris hoor. En dan zie je dan de serie Being Ian. En dan zie je de weerspiegeling. Het gerommel wat bezig is geweest. En dan zie je dat het niet alleen nu een switch is geweest. Maar zoals de Bijbel. Het verhaal van de baby's omruilen. Wat degelijk bezig is geweest. En dat niet alleen mijn identiteit fake is. Maar van copycat ook. Alleen bij mij is het gestolen. En die copycat die heeft gewoon zijn eigen dood in scène gezet. In samenwerkingen met de CIA en het leger. Een cult die zit overal. En ze hebben de informanten, die hebben ze overal. En die zijn zo undercover bezig dat ze met onderwerpen bezig zijn. Waarvan jij denkt van, oh die hoort bij ons. Maar het is niet om mij te helpen hoor. Want dan duurde dingen niet 4 jaar. En dan ging het niet zo ver. Dan werd het niet zo bond en zo zuur gemaakt. Maar met alles zoals de moslims zeggen. Inshallah. Daarom maak ik me niet druk. Daarom spreek ik alles uit. Leeg ik mijn hele rugtas. Hoef ik geen schaamtes te hebben. Want alles wat ik aan het doen ben. Dat zou ik gaan doen. En wanneer je destiny aan het claimen bent, je noordnood aan het claimen bent, je geboorterecht aan het claimen bent, identiteit aan het claimen bent,
Dan moet er na een tijdje moeten geluisterd worden. En als ik mijn geboorterecht en zo mijn heritage en mijn DNA. Wanneer ik bezig ga met de hekserij. Dan zijn ze allemaal aan het piepen en dan zijn de poppetjes aan het dansen. En dan zie je die koordjes waar ze aan hangen, die begin je na een tijdje te zien. En dat is die maskers die duidelijk worden. Maar mensen gaan maar biechten. Mensen die gaan die schadevergoeding die ik al lang al geclaimd heb. Die wat? 2,5 maand? Gaat die van 3 naar 4.000 euro. Maakt mij niet uit hoe klein je betrokkenheid is geweest. Hey, je geld of je leven. Want je onderbroek die hoef ik niet. Je stringetje ook niet. En de dromen die laten dan maar vijanden zien. Maar de dromen die laten me ook zien. Ja, wie mijn vrienden kunnen zijn. Maar, sommigen die moeten we buitenspel laten om ze te beschermen. Een heleboel anderen die zijn hunzelf aan het beschermen, want ze zijn bange mensen. En laffe mensen. Maar met die inshallah is nog steeds dat ik wel de sturing aan het geven ben. Ik geef God die menselijke ervaring. Dus ik zet mijn wilskracht, die zet ik er ook op. Doorzettingsvermogen zet ik er ook op. Tegelijkertijd zet ik mijn geduld, die zet ik erop. Mijn onvoorwaardelijke liefde, die hou ik aan. Maar niet naar varkens, niet naar mensen die me verraden. Niet naar mensen die me dachten te laten kruisigen. Niet hun die me voor dood achterlieten. En de vergeving is voor mij, die is niet voor hun of zo. Hè. Hun moeten de vergeving zoeken. Hun moeten biechten. Hun moeten teruggeven wat ze gestolen hebben. En het alles is energie. Gaan ze zelf maar inkleuren. Wat en in welke vorm ze energie van me gestolen hebben. Kunnen zelf inkleuren wat ze nodig hebben. En bij moeten brengen om van hun karma af te komen. En ik verwijder geen video's. 2025. Ja, doe ik het allemaal alleen en voor mezelf. Ja, we doen elke keer alles al alleen, maar ik heb dingen online gebracht. 2025, ja, als ik een video maak, hou ik hem op privé. 2026, dan gooi ik het allemaal openbaar. Ja, als ze willen, dan mogen ze het dan weer proberen te kopiëren. Tegen die tijd. Ja, dan heb ik gewoon op mijn eigen energie. Die alleen ik kan handelen, zet ik gewoon een kryptonite en dat zou die mensen kapot maken ook. Bij sommige mensen, mind op af met hem. Als je goed kijkt, zie je dat er al wat aan het gebeuren is. Ze weten het te verstoppen, hun stress, hun paniek. Hun die eigenlijk al lang al de boel willen opgeven. Hun die stiekem al aan het denken zijn om zelfmoord te plegen. Ik ga die mensen niet missen. Want ik weet nu al, hoe lang zal ik nog te leven hebben? 40 jaar? Misschien 50 jaar? In de eeuwigheid ga ik die mensen nooit meer zien, want ze gaan naar de hel toe. Dus waarom zou ik me nu druk maken om deze laatste 40 jaar, waarvan een heleboel zelf niet eens 20 of sommigen niet eens 10 jaar te leven hebben? Het gezin waar ik vandaan kom, die dus al... babyboomers te noemen zijn. Die babyboomers die zijn zometeen allemaal weg. Hun waar ik last van heb gehad, die gaan allemaal naar de hel toe. Ze hebben al afscheid genomen van me. Dus ik heb ook afscheid van hun genomen. Maar ze willen niet dat mensen zien dat ik die multicultureel ben. Dat ik aardig ben, sociaal ben, lief ben, behulpzaam ben. En nieuwsgierig en bemoeiend ben. En jou niet aan het helpen ben met geld, maar op genoeg manieren wel kan helpen. Het is niet de bedoeling dat goede mensen in mijn energie komen, waardoor ik bij die goede mensen in hun dromen aan het komen ben, waardoor ik in hun onderbewustzijn iets voor ze aan het helen ben.
Vanaf hun dromen iets hier in het fysiek voor ze kan brengen. Is de bedoeling niet. Dus het is de smerigheid wat voornamelijk in bij energieën komt. 90%. Maar 10% weet ik ook de mensen met wie ik wel zou om kunnen gaan. Wie ik wel energieën wil geven. Ik ben echt klaar met al die poging tot moord is het gewoon te noemen. En echt, ook echt die gamerprogramma's, die cult zit vol met homo's. Die mannen, nou die zijn echt gay. En die vrouwen, het is niet dat ze lesbisch zijn, nee die zijn ook gewoon gay. En dat zijn van die vrouwen die willen wel seks met de man hebben, maar willen eigenlijk de man zijn in de relatie. En die zouden die man beffen en een kontje vingeren en een voorbind dildo omdoen om een man te nemen. En bij een heleboel is gewoon duidelijk dat gebeurt. Dus bij een heleboel smerige vrouwen weet ik gewoon van hun vriend, die wordt zwaar aan de aangenomen daar al. En ik heb geen problemen mee hè, als jij homo bent. Omdat je daarvan af liefde bent. Maar we hebben gewoon te maken met smerige homo's. Die zijn energie aan het stelen, bij wijze van spreken. Ze zijn de vrouwelijke energieën zijn ze aan het slopen. Als jij anale seks lekker vindt, ook geen problemen mee. Dus wat dat betreft kan je maar beter een vrouw zoeken die jou dan wil bevredigen of zo. Of je koopt gewoon een dildo. Of je koopt een of andere seksmachine die jou 400 stoten per minuut aan het geven is. Maar nee, je gaat toch geen mannenpiemel in je kont nemen? Wil je het een keertje testen? Wil je ook een keertje koken testen? Maar om er verslaafd aan te raken? En dan ben je verslaafd aan seks met mannen. Ben je dan ook met hun mannenhoofd aan het zoenen? Maar dat is weer iets heel anders. Want als jij wel met mannenhoofden wil zoenen en je bent daar wel met liefde, doe gewoon je ding. En wil jij wel met anale seks bezig, doe het gewoon lekker op je slaapkamer. En tegelijkertijd, die regenboog die nou overal wordt neergelegd, je kan er wel op haten. Maar je moet die regenboog gewoon niet associëren naar een LGBTQ en naar die homo shit. Een regenboog laat jou zien dat God nog steeds bij ons is. Dus wanneer jij die regenboog ziet liggen op de vloer, een of andere zebrapad, moet je gewoon denken, God is nog bij ons. God is zelfs dus die LGBTQ en die smerigheid aan het gebruiken om het symbool bij ons neer te leggen, waardoor wij weten, God is er nog. En God is er voor iedereen. Dus God is er ook voor een homo. God is er ook voor een she-mail. Een vrouw. Helemaal vrouw. Vrouwenhoofd, vrouwenlichaam, tieten, vrouwenkontje. Maar er hangt ook een piemel. Nou, zo heb je ook de he-girl. Helemaal man. Helemaal man. Mannenborst, mannenarmen, mannenhoofd, mannengeluid, mannenbenen, mannenvoeten, mannenkont, mannenvagina. En je kan niet... De afkeur, de haat, totdat het je eigen fucking kind is, of totdat jij het zelf bent. En ik praat er niet over lesbisch of homo's, nee. Hun, die met een klein foutje geboren worden. Maar we praten niet over dat het 1 op de miljoen is. Die fout die is een stuk groter. Die mensen kan je toch niet buiten gaan sluiten? Hun buitensluiten en ondertussen commentaar hebben en de holocaust en de jodenvervolging en weet ik het allemaal. Dat wel. Of tegen racisten, of je bent tegen de moslimhaat, of je bent overal tegen kunnen zijn, maar ondertussen zelf ook haat naar homo's hebben. Nee, ik heb een hekel aan racisten. Ik heb een hekel aan die mensen om welke reden dan ook aan het afkeuren zijn. We zijn allemaal mensen. God die houdt van alles en iedereen.
En dat maakt God niet uit hoor, of jij een katholiek, een christelijke, een Jehovah getuige, protestant bent. Maakt God niet uit of jij Native American bent, met Boeddha bezig bent. Een moslim, maakt God niet uit hoor, of jij met Jezus bezig bent of met Mohammed bezig bent. Of hè, naar Zoroastrisme, maakt God niet uit hoor. God wil gewoon dat jij een goed mens bent. Nee, dat we met elkaar kunnen leven. God die wil niet dat er allemaal grenzen zijn. Hè? Maar hè, al die vliegende apen overal. Veel racistisch zijn, dus gewoon blanke apen ook nog. Hè, of witte apen. Hè, als je het zo graag wil doen, man. Hè, is slechts pigment. Maar mensen kunnen niet bij spirit, bij ziel komen. Het is weer alleen maar in de vleesverpakking bezig zijn. Ik ben echt helemaal klaar met al dat wat maar bezig is met gematerialiseerd. Alles voor geld aan het doen zijn. Om hun eigen gelijk en perceptie door te drukken. Dus hoe een ander denkt, dat moet dan afgekeurd worden. Al die belachelijke mensen die geen tv meer kijken. Maar ze zijn op internet alles aan het inhalen. En waarbij de tv met de NLP-technieken bezig zijn, gaan ze op het internet nog een stap verder. Want ze zijn gewoon met je emoties aan het spelen. Ze zijn alles en iedereen corrupt aan het maken. En want als jij niet bang wil zijn, dan ben je wel boos aan het doen. Hoe dan ook ben je een soort van opstandig aan het doen. En of dus door jouw angst ben je dus ook racistisch aan het doen. Ja, door jouw angst ben je ook niet met normen en waarden of met de Golden Rule Book ben je bezig. En hun die angst, boos, nee, het gaat zelfs verder als dat. Het is echt gewoon zielloos. Het is echt gewoon die smerige satanisten. En allemaal betrokken gewoon met misbruik bezig. En de vorm waar en hoe het gebeurt door de georganiseerde misdaad, zijn ze allemaal gewoon mee aan het doen met rituelen. En daardoor de ritueel misbruik is niet alleen te plakken aan satanisten. Nee, en katholieken die zijn ermee bezig. Christenen die zijn ermee bezig. Moslims die zijn ermee bezig. Ongelovigen die zijn ermee bezig. En uiteindelijk is het natuurlijk wel een soort van satanisch, want demonen zijn die mensen gewoon aan het overnemen. Zijn gewoon mensen die zonder hart aan het leven zijn. Als een of andere leeg hoofd aan het leven zijn. En je zou niet willen dat die leed die je bij anderen ziet, dat het bij jou gebeurt. Er zijn mensen die hebben de leed ervaren. De pijn en de verdriet gehad. En omdat hun niet voor hunzelf konden opkopen. Niet met de bos vooruit konden lopen. En niet hun mond opentrokken en voor zichzelf opkwamen. En zijn ze zo gekrenkt geraakt dat ze zichzelf gewoon bij het verliezende team hebben aangesloten. Maar mensen die kunnen niet naar het wat echt satanisch ritueel misbruik is. Want er gebeurt niks bij hun in mind. Die gaan als zombies gaan ze door het leven heen. En die komen niet in de astrale, in de spirituele wereld. En zoals ik al zei, ze kunnen niet eens hun dromen onthouden. Hey, die zijn niet bij een onderbewustzijn aan het komen, waardoor ze aan het projecteren zijn om hun eigen tekortkomingen, hun eigen lasten niet aan te hoeven werken, hun eigen trauma's niet hoeven te verwerken, niet alleen alles onderdrukken, maar het ook gewoon bij een ander neerleggen. Echt gewoon hoe Jezus aan het kruis ging. Maar ik ben niet van plan om mensen zondes mee te gaan nemen of zo. Echt, sommige mensen die hebben geen idee wat er met hun gebeurt wanneer ze zometeen vlees sterven. En waar ze dan heen gaan met de gedachtes. En dan gaan ze in hun nachtmerrie terechtkomen. En dat gaat voor sommige mensen gaat dat een hel zijn. Gaat het hel zijn? En al die emoties en al die gedachten en al die gevoelens.
Daar gaan ze de man in the middle, die gaan ze tegenkomen. Maar ze gaan doorhebben dat het een spiegel is en dat het hunzelf, dat ze naar hunzelf aan het kijken zijn. Maar allemaal dus om smerige experimenten te verstoppen. Allemaal dus om een erfenis wat ze willen stelen, gestolen hebben, te verstoppen. Dat wat in mijn huis woont, wat aan mij achtergelaten is. Of misschien hebben ze het wel verkocht. Wie daarmee te maken heeft gehad. Mee te maken heeft met erfenis stelen. Mee te maken heeft met mijn identiteit stelen. Dat gaat zwaar zijn voor hun. Dit is echt iets ook. Dit is gewoon voor Openbaar Ministerie Rijksrecherche. En hier zou ik niet aangiftes voor moeten doen. Want dan moet ik op het internet. Heb ik wel 200 mensen aan te klagen. Hier al om mij heen. Van buren naar vrienden naar familie toe. Toch wel een paar andere bekenden hierin hoor. Kom ik op hetzelfde getal, kom ik terecht. En als ik dan moet zien wie er eigenlijk nog meer. Een soort van medeplichtig. Al is het alleen de karakterbord en de roddel. Ik praat over 1000 mensen die ik dan aangifte moet gaan doen. Maar hè. Erfenissen stelen en mijn destiny stelen. Genoeg hoor om de mensen op te pakken, het wetboek bij te pakken en ze gewoon te berechten voor de straffen of voor de wetten die ze overtreden hebben. Er is genoeg. Maar corruptie gaat diep. Want die cult van hun die komt overal. En ze hebben een hele grote doofpot gecreëerd. En mensen die kunnen wel doen alsof de sleutel in bodegraven ligt. Ik ben die fucking sleutel. Golden witness alles. Slachtoffer die zelf held moet zijn. En iedereen weet. Ik doe alles in mijn eentje. Dus ik ben degene die wanneer alles gaat rollen. De enige die met de eer kan strijken. Niemand anders. Ik kan wel dingen kopiëren waar ik mee bezig ben. Herhalen wat ik aan het zeggen ben. En doen alsof jouw trauma, mijn trauma's de jouwe zijn. Of jij de last hebt gehad. Of jij een fucking target individual bent. Je bent fucking niks. Dus nu ben ik weer boos aan het doen. Ik ben niet van plan om mijn vuur te gebruiken om vuur aan te vallen. Ik ben ook niet van plan om het water ervoor te gebruiken om het te blussen of zo. Met mijn emoties bezig te zijn. Ik ben ook niet van plan om met wind of met aarde of weet ik veel. Nee, we gebruiken de ether en we gebruiken het licht. We gebruiken God. De serfijnen om me heen. En ondertussen zet ik al die demonen die ze op mijn pad sturen, die stuur ik terug. Alles wat hun ziel verkocht heb, ik hou die duivel ondersteboven. Al die zielen die zijn voor mij. En dat is waarom ze in mijn energie hangen en in mijn dromen, in mijn. In de astrale en de spirituele werelden. Mensen gaan weten wie de baas is. Mensen die leven zonder fucking liefde. En wanneer mensen gaan zien de leugens die bezig zijn geweest. Want de hele boel is medeplichtig geraakt door een leugen. Er zijn sugar daddies, mensen zijn geld aan het lenen, ook weer onder valse, ook weer onder leugens. En mensen zijn aan het meedoen aan iets, ze hebben geen idee waar ze zich bij aangesloten hebben. Geen idee welke karma's op hunzelf aan het aftrekken zijn. En als ik het zie, ziet God, die ziet het ook. En als ik het uitspreek, iedereen die naar me luistert, allang al door heb dat ik niet aan het liegen ben, maar alleen de waarheid spreek. Weten dat ik met mijn voeten op de grond ben, maar ook boven de wolken aan het uitkomen ben. Want de sky is niet eens de limit. Ik kan wel denken dat space is fake. Deze phantom reality is fake, ja. Het gematerialiseerde, het vastgetrild. Het holografische geheel. Want alles wat jij aan het zien bent. En wat geregistreerd wordt door jouw zintuigen. En jij met je mind vorm aan het geven bent. Is wat je holografisch kan noemen. En wanneer je het astrale begint te begrijpen. Dan ben je de pixels die ben je aan het zien. En ben je dat naar de ether aan het brengen. Gaat de ether vanzelf door alle elementen heen zitten. Het is mind above matter. Je body is ook matter.
Dus alles waar je mee te maken hebt, nee, moet je ook met mind naartoe kijken. Nee, ook boven matter zetten. Nee, dan zie je de energieën. Nee, dan zie je waar jij je mind op zet. Nee, de flow die daaruit aan het ontstaan is. Het is jij die dingen bezig aan het houden bent. Nee, je bent de hermetische wetten, de Admiral Tablets. Genoeg informatie om mee bezig te zijn. In plaats van om met al die onzin bezig te zijn. En ik kan dit huilend doen. Wat doet dat? Ik kan dit doen door heel erg lief en in mijn licht en positief te blijven. What the fuck doet dat? Helemaal niks. Dus de waarheid die kan een beetje hard klinken. Joh, kijk, we zitten met zijn zonnebril. Hè? Wanneer je door gaat hebben dat je ogen een ziel... Of dat je ogen niet alleen een poort zijn naar je ziel... Maar dat jouw ogen ook een onderdeel zijn van jouw hersenen. En het alles holografisch energie binnen aan het laten. En dan snap je dat je jezelf voor bepaalde figuren moet beschermen. En een heleboel uit jouw energie je zo weg kan laten. Dan kunnen ze echt alleen nog maar de boel nadoen. Want nadoen, daar zijn er een heleboel mee bezig. En een heleboel die mensen die weten dat. En omdat een heleboel mensen dat weten, is de awareness... Het bewustzijn is heel erg groot hier in het bewustzijn. En hier ook in consciousness. Dus die mensen die zijn zichzelf allemaal verschut aan het zetten. Eerder vonden ze dat geweldig. Laat iedereen maar lekker denken die er weet van heb dat awareness gegroeid is. Laat ze maar lekker denken dat ik slecht ben. En lekker satanisch. En dat mensen maar denken dat ik de duivel ben. Geweldig, mensen denken dat ik de duivel ben. Met een fucking trucje, je bent helemaal niks. Want wanneer jij aan het graven bent, niet alleen je Jesus consciousness, Sophia bewustzijn, maar je bent ook de Luciferiaanse energie in jou aan het vinden. De morning star, het licht wat gebracht wordt, de verlichting die daardoor aan het ontstaan is. En je brengt het nog verder terug, je bent bij de Demiurge aan het komen, daarom, waarbij dus matter aan het ontstaan was uit mind vandaan. En je bent nog verder aan het graven. En je bent bij verlangens aan het komen. En uit die verlangens is mind ontstaan. En voor je het weet zit je op een troon. Heb je de servijnen om je heen. En ben jij in God, is God in jou. En dan moet je niet gaan denken dat jij zelf God bent ofzo. Maar je gaat wel de goddelijke, de divine. En die ga je in jezelf waarnemen. Dat kan je niet alleen gebruiken als een bescherming. Nee, daarom zit de echte magie in. En dan ga je de praktijken begrijpen. Ja. Wanneer je gaat verdiepen naar de praktijken waar het toch wel lijkt. Hè? Het is vanaf meerdere volken, maar de Berbers die zijn er zeker een van de eerste. En daarmee een soort van bevrijding kunnen zijn. Qua Masonic-achtige... rulers, of negative aliens, of de duivel, hoe jij het wil inkleuren. Waardoor uiteindelijk dus de Joden dachten van, al die praktijken, daar gaan wij gewoon een geloof van maken. Ja, en uiteindelijk van al die praktijken en het geloof wat gecreëerd is, waardoor er dus in mind en in de spirituele wereld een heleboel, als above, so below, hier ook aan het gebeuren is, om uiteindelijk hier ook below, dus ook een Christus te krijgen. De impuls die dat aan het brengen is. Meerdere geloven die aan het ontstaan zijn. En dan breng je het nog verder, dan duik je de psychologie in. Nou, daar zou je de New Age voor kunnen gebruiken. De nieuwere geloven die bijvoorbeeld ook gecreëerd zijn. Nee, mensen die zijn niet aan het leren omdat ze willen leven als dinosaurussen. Mensen die willen niet bij liefde en een hart gebruiken, want ze zijn duister, slecht. Mensen willen niet hun vibratie omhoog brengen, want evil en lage vibraties hangen. Dat is nou eenmaal de makkelijkste route. Nee, die worden beloond voor het slecht doen. En lekker met rituelen bezig.
andere mensen die echt gewoon hier al bijgezogen zijn door misleiding en verleiding. En hun medeplichtig zo opgeschaald hebben dat ze schuldig zijn, zoveel op een kerfstok genomen en daardoor niet kunnen praten. En die ongelovigen, die allemaal niks geloven, daar heb ik helemaal niks mee. En hun hebben ook niks op mij. Daarin zie ik gewoon een heleboel mensen die zijn slechte mensen. En dat daarvan nog een heleboel nog kinderen hebben ook. En echt, die meeste racisten, als die zelf gewoon 5 of 10 kinderen nemen. En dan blijft het blanke ras. En dat Arische, dat blijft, kan voor evenwicht zorgen. Nee, die willen alleen maar praten en haten. En de boel opfokken. Maar die vinden het gewoon lekker waar ze mee bezig zijn. En het is gewoon toxic. Het is gewoon vergif wat er door hun heen gaat. Ja, maakt mij niet uit hoe je het wil zien. De Matrix, negative.